Ze skinheads. Nee. We gaan hem eruit halen op een bijzondere plek. Nu ben je de lul, skinhead. Even op slot doen. Skinny. Heb je ook nog stem of ben je die net zoals je haar verloren? Op een zeer geheime locatie gaan we dat doen. Kijk, kale badbeukers. Stap maar even uit. Hoe kom jij in een scooter? Hoe kom jij in een scooter? Dat ding gaat hard volgens mij. Oh mijn god, hij gaat echt hard. Hij gaat hard? Hoezo gaat het meer dan 100 km per uur? Hé, kale bad, wat doe je? Kale bad. Hij scoopt het. Nee! Hier! We krijgen ervan kale bad. Die scooter is goeie. Ja, die scooter is snel, man. Ik rijd er wel achteraan met de scooter. Ja, kijk, wat die gaat. Hoort gaan we? 200. Gaan we 200? Ik ga echt 250. Kijk hoe je stuurt, ouwe. Het ziet er echt niet uit van hoe je stuurt. Je maakt gewoon wheelies non-stop. Het kan echt niet. Hiet. Dat is meneer, onze scooter is gesneuveld. Dit is makkisch. Oh, nee. Ja, fietser. Kijk, jongens, jullie stappen uit, pakken hem. Ja, één iemand trapte van die fiets af en iemand pakt hem. Ja, ja. We zijn. Fietser! Pak hem, pak hem. En nu is de auto van ons. Ja. Dit is echt kut. We hebben letterlijk auto. Het leuke is, ze gaan weer terugkijken. Wie zit in een limo? Oh nee. Wie zijn jullie als ik vragen mag? Hallo? Hallo astronaut. Wij zijn Hans en Hans. Niet, maar wie zijn jullie? Hans en Hans. Wat dan? Hans. Zijn jullie van de groepering of niet? Ja, van Hans en Hans. Van Hans en Hans. Hans en Hans. Is dit een auto voor jullie? Nee. Waarom stel je die? Hebben wij hem gestolen dan? Heb je hem geleend? Nee. Gratis gekregen. Gratis gekregen? Ja, maar wat is er dan? Mag ik vragen hoe je als een sinaasappel lijkt? Een sinaasappel? Ananas! Heb je ooit een keer een gele sinaasappel gezien met een groen puntje erop? Ik ben aan het zoeken naar groeperingen die opdrachten willen uitvoeren. Zoals? Laten we zeggen, banken vervallen. Nou, wij zijn wel in de markt. Heb je er ooit iets mee gekregen van de puppetmaster? De puppetmaster? Mm-hmm. Nee. Nou, hij zit hier ook in de stad. Wil je die opdracht uitvoeren? Prima. Wat is jouw telefoonnummer? En je hoort zo meteen worden jullie gebeld door een andere persoon. Oké. En dan wordt jullie opdracht tijdig gemaakt. Oké. Zodra jullie de opdracht slagen, mogen jullie de buit van de opdracht houden. Oké. Slaag jullie de opdracht niet, dan ben je waarschijnlijk dood of dan heeft de politie jou gepakt. Oké, prima. Duidelijk plan. Klinkt simpel. Spoedvergadering, Hans. We zijn door een of andere fucking. Wat is het? Hoe heet dat spel altijd vroeger met die motortjes dat je van die neon lichtjes erachteraan kreeg? Neutron of zo? Ja, ik snap wat je bedoelt. Weet ik wat. Mm-hmm. Gekke gast, gekke robot. Maar ik vind het prima. Ik wil de hele tijd toch wel wat doen. We gaan ons. Oh ja, op het kruispunt. Hè, spoedvergadering natuurlijk. Hans en Wijk op het kruispunt. Wij gaan stelen. Weet ik wat we gaan doen? We hebben maskers natuurlijk. Hij gaat ons bellen. En met een of iemand anders gaat ons bellen en die gaat ons een opdracht geven. Ja. Krijgen we dan ook iets om ons mee. Iets te doen. Nee, ik heb geen idee. Ik hoop het. Ik heb naast een mes heb ik letterlijk niks. En ik ga geen bankoverval of geen dingen plegen zonder een gun. Dat klopt. Ik heb alleen deze. Maar dat komt goed. Kom, we gaan ons inderdaad verkleden voor zaken. Hans en Hans, de zakenwereld. Oké, we zien er crimineel uit, Hans. Je spreekt met Hans. Ja, hallo. Hey. Ik heb een opdracht voor je klaarstaan. Je hebt een opdracht voor ons klaarstaan. Precies. Ik stuur je zometeen een locatie via de app door. Oké. Jullie moeten een warentransport naar een andere locatie brengen. Naar een andere locatie brengen, oké. Maar hij staat gestolen en andere gangs zouden hem ook graag willen. Oké. Breng jij die veilig naar de locatie? Ja. Dan hou je de inhoud. Oké. Krijg je die niet naar de locatie, zul je of opgepakt worden of doodgeschoten worden. Oké. Klinkt dat als een duidelijk idee? Dat klinkt duidelijk. Dankjewel. Ik zie de locatie. Yes. Oké, we moeten een warentransport. Die moeten we oppikken en ergens anders naartoe brengen. Als het ons lukt, mogen we de inhoud houden. Als het ons niet lukt, worden we of doodgeschoten of we worden opgepakt. Oké, interessant. Oké, ik heb nu bericht, dus dat zal wel locaties zijn. GPS. Ja, oké, er één. Let's go. Let's go, Hans. We moeten warentransport pakken of zo. Geen idee. Ja, hoe gaan we dat doen zonder. Ja, ik weet niet. Misschien staat hij ergens. Het is gewoon stil. Maar hij zei ook dat andere criminelen hem wellicht wilden. En het enige wat wij hebben is natuurlijk een mesje.
Ja, dat zijn niks hebben. Maar wie zijn die gasten? Ik heb echt geen flauw idee. Ze kwamen heel random. Ze kwamen uit het niets, maar het was dat hij met de limousine langs ons reed. Waarschijnlijk als je een R6 rijdt, die is best wel duur waarschijnlijk. Ja. Dus dan ben je een crimineel, denk ik. Ik denk het ook. Ik kan het zo een beetje zien. Ik denk dat dat het idee is. Oké, we zijn dus ter plaatse. Ik ben heel benieuwd wat het is. Zou wel een busje zijn, gok ik, of zo? Ja. Oké, even goed checken hoor. Rij eens maar even langs. Oh, dit zijn die gasten. Oké. Hey. Jij had net mijn basis gesproken. Ja. Maar dat het plan weer niet duidelijk is. Ja, we moeten dit transport ergens heen brengen. Oké, open even de kaart. Ja. Daar heb je een hele mooie hangar staan. Ja, dat klopt. Daar moet dat ding in. In die hangar in het vliegveld. Absoluut. Oké. Terwijl je die geleverd hebt in de hangar, veilig en wel. Zonder schade? Ah, schade mag wel, als de buiten maar in blijft. Dus de buit moet intact blijven? Absoluut. Oké, prima. Als de buit erin blijft, krijg je het geld. Oké, valt te regelen. Is de buit niet erin en worden jullie gepakt, dan heb je een probleem. Oké. Hebben wij niet iets om onszelf mee te beschermen? Stel, we worden... Tuurlijk. Staan hier ook echt een ananas en een bosbes. Die staan hier ook echt criminele dat zaken te doen. Ja? Dat is die jongen. Hij is onze bescherming. Mm-hmm. Hij zal met jullie mee gaan rijden. Oké, prima. Zo gaan, dan gaat hij jullie helpen. Prima. Oké, jongens, we moeten dus de warentransport naar Sandy Shores brengen, naar het vliegveld en dan in de hangar zetten. De wagen mag best een beetje beschadigd zijn, maar de inhoud moet er nog in zitten. Stel, de inhoud zit er niet meer in, worden we of opgepakt of neergeschoten. Ik vind het prima. Dit is Hans en Hans onze eerste echte zakelijke criminele activiteit die we gaan doen naast rondvliegen met de auto en kutten. We zien er wel nog steeds echt achterlijk uit, maar dat maakt niet uit. Hebben jullie een plan hoe jullie het willen aanpakken? Nou, wij zien het als gewoon rijden richting locatie. Als er iets gebeurt, dan sterke auto. Ik heb al een route op, maat. Kunnen we vertrekken? Ja, absoluut. Let's go, Hans. Yes. Dan gaan we, jongens. Het warentransport. Nummer 1. De eerste missie van Hans en Hans. Hans de tweede rijdt, oftewel Jordi die rijdt gewoon. En ik zit ernaast. Jordi is namelijk beter te rijden. Jullie mogen voorop. Jullie hebben een weg uitgestippeld. Yes, let's go. Zeker. Oké, Hans, dit kunnen we. Jij zei dat je weg had uitgestippeld. Tuurlijk. Ik weet al precies hoe ik me ga rijden. Kijk. Ja, ik verwacht wel hiccups, zeg maar. Ja, ik ook. Ik verwacht niet dat dit, zeg maar, simpel gaat verlopen. Dat zien we dan wel. Ja, toch. Je hebt wel een navigatie gewoon staan? Ik kijk er niet naar, zeg maar. Nee, maar stel we gaan offroad, dan kan je het altijd nog blijven volgen, weet je. Oké, we hebben die guy achter ons, hij heeft ook een gunu. Dus stel het gaat fout en er gaan mensen op ons schieten, kan hij ons altijd nog beschermen. Klopt. Hij zal wel moeten, denk ik. Ja, hij gaat een beetje achterdoor, zeg maar, weet je. Ja. Ga niet echt binnen door de stad. Echt letterlijk het randje van de stad pak je. Zo min mogelijk snelweg. Ja, ik snap je. Snelweg is natuurlijk gevaarlijk. Zeker met zo'n trage bak als dit. We hebben twee G-Wagons achter ons zitten trouwens. Ja, ik zag het. Nou jongens, voor nu loopt het nog allemaal best wel prima. Niks aan de hand. We hebben de twee G-Wagons achter ons. Dat zijn ons eigenlijk beveiligers voor deze klus. Ik denk dat wij trouwens dat die gewoon gasten zoals ons gaat. Omdat het best wel een taak is die gedaan moet worden door mensen die je kan vervangen. Snap wat ik bedoel? Ja. Dat hij daarom gewoon rende mensen van de straat plukt zoals wij en het vraagt of wij het kunnen doen. In plaats van zijn eigen mannen, weet je? Als het daarmee misgaat, dan... Ja, want als het met zijn eigen mannen misgaat, dan is het best kut. En als het met ons misgaat, ligt niemand wakker van, weet je? Nee, precies. Maar ja, zo kom je wel omhoog. Dus jij moet gewoon oppassen wat we doen. Ja, absoluut. Ik heb ook een nieuwe locatie gehad, maar ja, die zien we dan wel. Wat is dit? Ja, hij gaat er door dus. Nee, keert om. Hij is omgekeerd. Die auto achter ons. Maar dat is vast... Ja, ik weet het niet. Dat zou niet erg kunnen zijn. Dat is het, een Porsche of zo? Ja. Dacht ik kwaad. Ja, weet je, we hebben ook geen communicatie met die gasten. Dus ik weet niet wat ze willen. Niks. Ik heb wel een nieuwe locatie gehad. Maar ik denk dat de locatie zou heen moeten in de afloop. Er zitten nu thuis in de binnenspiegel. Hier zie ik twee auto's achter de G-Wagon achter ons. Krammer. En... Eentje zet hem af. Dan kan je lakken. Pas op. Wow, pas op. Oeh, ja, dat zijn veel auto's. Oh shit, kijk achter ons. Oké, doorrijden. Ja, dat is afgezet voor je, gast. Pas op. Oh. Oh mijn god. Pas op. Zo, wat de christuspaard is dit dan? Doorrijden. Ja, pas op. Kutzooi. Ja, die zijn voor ons. Kijk, het wordt afgezet. Hun kunnen dan niet verder. De G-Wagons worden afgezet. Gewoon snel doorrijden, kijk wat er achterin zit. Misschien kan het ons helpen. Dus het is een Urus die rijdt door. Ja, we zijn de G-Wagons kwijt. Onze gunnoes, zeg maar. Oprecht impressed, zeg maar. Ja, onze gunnoes zijn weg. Blokkeer het pad, blokkeer de deur of weet ik voor wat. Zet hem binnen. Kijk wat er achterin zit. Even kijken wat er achterin zit. Kan je de deur openzetten? Kijk, stop.
Oké, wat zit er in de kofferbak? Snel, stop in, boys. Ja, wat zit er in die kofferbak? Ja, daar zit genoeg in, maar dankjewel. Vanaf hier word ik afgehandeld door onze collega's. Wegwezen, we moeten nu rust zetten. Ja, maar zijn te veel mensen hier. Wie zijn het allemaal? Dat zijn allemaal groeperingen die dat geld willen hebben. Maar het geld is al veilig gesteld, dus ze mogen het niet pakken. Ze kunnen het nu niet meer pakken dan, ofzo? Nee, het geld is veilig gesteld. Oh, Jesus. Maar komen ze dan niet nu nog steeds achter ons aan, of? Nee, want het geld is al veilig gesteld. Ik weet niet wat ze nou met jullie willen. Fucking veel auto's. Het waren er echt heel veel. Ja, klopt. Het waren 3 groeperingen. 3 groeperingen, die wilden allemaal dat geld. Die willen allemaal dat geld hebben. Dus dat geld is achterin. Dat geld dat is nog veilig gesteld. Dat geld is veilig gesteld, oké. Jij hebt een goed werk, Clemens. Wie ben jij? Geen genade. Geen genade, sowieso niet. Oké. Je bent wel serieus over je dingen, hè? Ik ben zeker van de zaak, laat het daarop houden. Nee, extra voorzichtig, kan ik ook wel zeggen. Oké, laten we even totaal uit onze comfortzone gaan. Nee, maar Hans, we kunnen wel zwart doen. Ja, we kennen ze ons niet meer. Nu kennen ze ons niet meer, we zijn gewoon undercover, Hans. Kan je ergens afzetten, mogen jullie met de auto mogen verder gaan? Ja, prima. Ja. Oké, de beloning wordt dus nog overgebeld, jongens. Hoe meer opdrachten doen, hoe moeilijker het wordt. Ja, prima. Dat is logisch in principe. Ja, want je vertrouwt mensen meer. Ja, daarom. Daarom. Maar we hebben deze auto nu gekregen. Ja. Na letterlijk 1 transportje hebben we gewoon een auto gekregen. Ja. Wauw, oké, prima. Prima, dit is onze nieuwe auto. Ik vind helemaal, ik ga akkoord. Maar, nou, het was best simpel nog. Die transport. Ja. We hebben een paar auto's die ons helemaal kapot wilden rijden. Zo, wat heftig, hè? En we moeten heel even onder de radar blijven natuurlijk nu we dit gedaan hebben. Ja. Maar weet jij hoe die groep nog heette? De pub... Hoe heette die guy? Pubmaster of zo? Quiz of zo? Nee. Iets met pub... Maar geen idee, iets met de master. Maar we gaan nu voor hem werken. Vind ik prima. Doen we een beetje tenminste iets hier. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Ik ben benieuwd wat onze beloning is. Ik wou het zeggen. Naast de auto, want die hebben we ook gewoon gekregen. Vind ik ook een goede beloning. Oh, lekker hamburgertje. Meneer, ik ben een pinguïn. Hier, wat heb je op zak? Wat heb je op zak? Nu. Pinguïn. Handen omhoog. Handen omhoog. Nu. Nee, handen omhoog. Handen omhoog. Oké, ik ga even kijken wat je bij hebt. Voel jij hem even? Wat vind je? Nou, sowieso schoenen, kleding bezwaren. Oké. In zijn portemonnee zit €480. Nou, pak maar af, zou ik zeggen. Even leveren. En laat het een waarschuwing zijn, kut pinguïn. Er kunnen maar 2 echt ananas hier zijn. Ik kan dat zeggen. En geen pinguïn. Is dat begrepen? Er is geen ruimte voor de pinguïn hier. Is dat duidelijk? Ik bloed trouwens echt heftig, maar... Fijne dag. Hier. Wat? Hoe dan? Wat is dit? Hoezo ben ik dood? Ja, hoezo kan dat? Gast. Hoe kan ik nou weer dood zijn? Ik word ook nog eens gebeld. Hoe ben ik nou ineens dood? Wat heb ik gedaan? Oké, we zijn aan het wachten. Ik krijg mijn beloning. Ik wacht ook even op Jordi die zijn auto ophalen. Want wij worden hier eigenlijk opgehaald. Dus ik weet niet of dat heel erg nodig is. Maar dat maakt niet uit. Ik was in 1 keer verder in hem neergevallen. Ik geen nee bloeden of zo. We hebben die pinguïn hebben overvallen. €480. Wat kleding en weet ik wat allemaal. Hebben we allemaal van hem gescoopt. Nou, daar zal je ze hebben. Daar zal je ze hebben. En daar heb je ons andere Hans. Hey. Goed werk geleverd. Top. Dat was in principe prima te doen. Ja, vond je wel nog? Ja. Nee, dat gaat nog wel wat lastiger worden. De volgende. Mooi. Je ontvangt €100.000. Holy crap. Oké. €100.000. Alsof het niks is. Dat verdien je niet zomaar inderdaad. Dit is prima verdiend, zou ik zeggen. Wat vond je ervan? Ja, was te doen. Even schrikken dat er zoveel aankwamen, maar grote bus. Ja. Dus Besef dat dit nog pas het begin was voor jullie. Mm-hmm. Ik wens jullie nog een hele fijne tijd verder. Moet jullie het goed volhouden met elkaar. Ja. We spreken weer later voor een volgende opdracht. Yes, dan houden we contact, zou ik zeggen. Dit is prima verdiend. Gewoon eventjes allebei 100.000. Heb je ook 100.000 gekregen? Ja. Laat het even op de bank zetten gelijk. Zo, dit is makkelijk verdiend, zou ik zeggen. Het volgende denken we waarschijnlijk weer dat gaat prima zijn. Maar dat zou waarschijnlijk even een kuttere opdracht zijn. Ja. Maar zo lokken zie je wel, hè? Ja, klopt. Yeet! Gast. Yeet! En zo hoort het... Oh! Hans! Dit heb ik geleerd bij mijn opleiding. Hans! En zo eindigt het met de Hans-avonturen van Hans en Hans. Hans anders.